In deze video gaan we kijken of het financieel verstandiger is om een auto te leasen of om een tweedehands auto te kopen. En we gaan dan de vergelijking maken op basis van 48 maanden aan kosten of de kosten die te verwachten zijn in het geval van de tweedehands auto. En ik hoop dat deze video jou kan helpen bij het beslissen als jij op het punt staat een auto te kopen of te leasen, hoe je een berekening kunt maken. En dan in dat geval op jouw situatie, dat het jou kan helpen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Abonneer je dan hieronder op het kanaal, zou ik zeggen. Dan mis je nooit meer een video. En zoals ik al eerder heb aangegeven in andere video's, deze maand gaan we een beetje richten op auto's. Dat heeft ermee te maken dat aan het einde van de maand mijn auto 10 jaar is. Dat ik hem 10 jaar in bezit heb ook. En dat ik dus wilde gaan kijken van wat heeft het me gekost in die tijd en wat had het me kunnen opleveren als ik bijvoorbeeld een gedeelte of al het geld had geïnvesteerd. Nou, in aanloop naar die video maak ik dus verschillende video's over auto's. Zo had ik vorige week dus een video gemaakt, zal hem hier even linken. Nou, wat een leaseauto, private lease, nou eigenlijk voor impact heeft op je hypotheekbedrag. In die video namen we de Volkswagen Polo, de meest geleaste auto. En we zagen daarbij dat er in principe dat je met de schuld te maken kreeg bij het BKR werd die geregistreerd van 8 tot 9.000 euro. Uiteindelijk had het dan ook bijna 50.000 euro impact op je hypotheekbedrag. Nou, als je wil weten hoe dat precies zit, kijk dus even die video die ik hierboven zal linken. En in deze video wil ik daar een beetje verder op doorgaan. Je hebt inmiddels door dat het een behoorlijke impact heeft op je hypotheekbedrag. Als je een hypotheekbedrag, bijvoorbeeld nog een hypotheek wil afsluiten dus, dan kun je minder lenen. Maar stel je hebt al een hypotheek of je hebt andere situaties waardoor je toch denkt van ja, misschien is private lease toch wel verstandiger voor mij. Nou, in deze video wil ik dus een vergelijking maken tussen aan de ene kant private lease of aan de andere kant een tweedehands auto kopen. En we gaan daar een beetje dus op verder met die vorige video. Dus we zullen dezelfde auto pakken. Kijken we dus naar een auto leasen, dan gaan we gewoon weer naar Volkswagen. Want dat was de goedkoopste optie. Voor 275 euro in de maand gedurende 48 maanden, oftewel 4 jaar, kun je dus een Polo leasen met 10.000 kilometer per jaar. De totale kosten daarvan zijn dan gedurende die 4 jaar 13.200 euro. En dan zijn eigenlijk alle kosten in. Dus zoals onderhoud, verzekering, de auto zelf of de afschrijving. Want daar heb je niet mee te maken. Want na de hand geef je de auto weer terug aan Volkswagen. Het enige wat nog overblijft zijn je benzinekosten. Ik kan beter zeggen brandstofkosten. Maar in dit geval is het benzine. Dus de kosten van de benzine. En willen we deze berekenen, hebben we natuurlijk het gemiddelde verbruik nodig. Nou, kijken we in de brochure van de Volkswagen Polo. Dan zien we dat het nieuwste model 4,8 liter per 100 kilometer verbruikt. En dat is dus een gemiddelde. We hebben dus die 10.000 kilometer per jaar. Oftewel 40.000 kilometer over 4 jaar die we gaan rijden. Gaan we dan de formule daarbij maken. Dan hebben we dus die 40.000 gedeeld door 100 kilometer. Dat is eigenlijk dus 400 keer die 4,8 liter gemiddeld. Keer een prijs van 1,67 per liter. Komt uit op 3.085 euro. Nou, dat zijn dus de kosten van je brandstof in dit geval. En benzine dus. Gedurende die 4 jaar. Samen met je maandelijkse kosten van die 275 euro in de maand. Die oplopen dus naar 13.200 euro gedurende 4 jaar. Komen op een totaalbedrag uit van 16.285 euro. En dat is dus het totaalbedrag wat je kwijt bent gedurende 4 jaar om een Polo te leasen. Rekenen we dat bedrag nog even terug naar het bedrag per kilometer. Nou, die 16.285 euro gedeeld door 40.000 kilometers in dit geval in 4 jaar. Dan zul je zien dat je op een gemiddelde uitkomt van 0,40 en 7, dus bijna 41 cent per kilometer. In plaats van een auto leasen kun je dus ook een tweedehands auto kopen. Nou, daar gaan we nou naar kijken. Pak ook in dit geval een Volkswagen Polo. Alleen pakken we dan eentje van ongeveer 10 jaar oud. De reden hiervoor is dat ik een auto wilde kiezen die iets boven de 5.000 euro lag, iets daarboven. Uiteindelijk bleek het dus uiteindelijk tot 7.000 euro te zijn. Maar dan was er wel makkelijker auto's te vinden. Auto's tot 15 jaar kun je bij de ANWB berekenen wat ze aan verwachte kosten maken. En dat was dus ook van belang. Bij het zoeken naar een auto ben ik dus gegaan voor een Volkswagen Polo, omdat ik dan het vorige model makkelijk kan vergelijken met de auto die we zouden willen leasen in dit geval. En dan kwamen er nog een paar criteria waar de auto aan moest voldoen. Ik heb ervoor gekozen om in ieder geval nationale autopas garantie eigenlijk bij te doen. Dat je weet dat de kilometerstand klopt. Dat die dealer onderhouden is. Dat er een beetje meer zekerheid geeft. En dat er ook BOVAG garantie op zat. Dat je dan nog meer extra zekerheid hebt. Mocht er iets in de eerste maanden kapot gaan of zo, dan heb je daar vaak garantie op. En dat samen dus met het bedrag van 5.000 euro waar ik van uitging. Na de hand iets verhoogd naar 7.000 euro kwam ik dan op een Volkswagen Polo uit het bouwjaar 2009. En deze Volkswagen Polo stond bij een dealer te koop voor 6.900 euro.
En dat is dus ook het bedrag dat we als eerste nodig hebben om hem te kopen natuurlijk. En dat is dus ook de eerste uitgave. Nou, de volgende uitgave die er altijd bij komt kijken is verzekering. Want in dit geval moet je verzekering natuurlijk zelf afsluiten omdat je alles voor de auto zelf moet regelen. Ik heb bij AllSecure gekeken, de gegevens, het kenteken ingevoerd, dezelfde kilometers of in ieder geval mijn leeftijd ingevoerd. En dan kom ik uit op 600 euro per jaar, oftewel ongeveer 2400 euro gedurende die 4 jaar. De volgende kostenpost is de motorrijtuigenbelasting, oftewel wegenbelasting zo gezegd. Hangt een beetje af per provincie, maar in dit geval kwam dat uit op 392 euro per jaar, oftewel 1568 euro gedurende 4 jaar. De vierde kostenpost waar we rekening mee moeten houden is een grote, want dat is het onderhoud, reparatie en banden. Zoals gezegd heb ik gebruik gemaakt van de ANWB website. Daar kun je de autokosten bepalen, wederom op basis van het kenteken. Welke type auto heb je, hoe oud is die? Dan maken zij een schatting van alle gegevens die ze hebben. Doen zij een beetje een schatting maken van wat je kunt verwachten. Op basis van het aantal kilometers verwachten ze dat je 1 keer je banden moet vervangen. Dat je daar ongeveer 420 euro mee kwijt bent. En dat je voor reparaties en onderhoud gedurende die 4 jaar rond de 3500 euro kwijt bent. En daarmee komt het totaalbedrag voor onderhoud, reparatie en banden dan op 3925 euro. Dan hebben we eigenlijk de meeste zaken behandeld en hetgene wat dan nog weer overblijft is net zoals bij de leaseauto, is dat je je brandstof moet kiezen. Wederom was dit benzine, alleen had hij een hoger verbruik. In plaats van die 4,8 gemiddeld volgens het boekje van Volkswagen gaan we hieruit van de gegevens van de ANWB. En dat zijn dus echte praktijkcijfers, verbruikcijfers, gemiddeld is zoals hun het zelf hebben ervaren of misschien hun leden hebben ervaren. En daardoor lag het dus ook hoger en in dit geval lag het op 7,7 liter per 100 kilometer. Gaan we uit van diezelfde 40.000 kilometer, pakken we diezelfde som, veranderen alleen dus het verbruik eigenlijk, komen we uit op 400 keer die 100 kilometer, keer 7,7 liter, keer 1,67 als literprijs, komen we uit op 4949 euro. En dan hebben we eigenlijk alle kosten tot nu toe opgesomd. Dan zijn we allebei na 4 jaar weten we een bedrag. Het enige wat natuurlijk bij een tweedehands auto is, is dat je dan die auto nog steeds in bezit hebt. En dat je hem eventueel zou kunnen verkopen. De ANWB geeft aan dat die auto op dat moment aan het einde van die 4 jaar nog 3000 euro waard is. Dus dat is eigenlijk een meevaller zou je kunnen zeggen. Nou, doen we al die kosten, rekenen we bij elkaar op. En houden rekening met die 3000 euro die we eventueel nog terug kunnen krijgen. Dan komen we uit op een totaalbedrag van 13.142 euro. En dat is dus maar liefst 3.143 euro verschil met in dit geval een Volkswagen Polo leasen. Procentueel gezien ben je dus 20% goedkoper uit als je je auto koopt ten opzichte van hem leasen. Dan heb je natuurlijk wel eerst spaargeld voor nodig om hem te kunnen kopen. En de kilometerprijs wanneer je de auto dus zelf koopt, komt uit op 32,8 cent. En dat scheelt dus maar liefst 8 cent per kilometer die je uiteindelijk voordeel hebt. En dat is dus het voordeel wanneer je geld achter de hand hebt, waardoor je iets kunt kopen in plaats van dat je dus eigenlijk geen geld van jezelf gebruikt, maar eigenlijk een lening aangaat. Er zijn natuurlijk wel enkele punten waar we rekening mee moeten houden, maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik je eerst vragen, als je nog steeds deze video aan het kijken bent en je vindt hem leuk, eerst even een duimpje te geven als je hem leuk vindt. En laat ook weten in de reacties onder deze video wat je goed vond. Of heb je misschien nog vragen, laat dat ook weten in de reacties onder deze video. En als je nog geen lid bent van het kanaal, maar je bent dus wel steeds aan het kijken, is het waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik over dit soort onderwerpen, persoonlijke financiën, investeren en beleggen, passief inkomen, elke week 2 video's. Dus wil je daar meer over zien, abonneer je dan aan deze kant op de video. En dan gaan we nu verder dus met opmerkingen die ik moet maken bij deze 2 dingen eigenlijk. En de eerste opmerking die we kunnen maken is in dit geval over de leaseauto. We pakken daarbij de verbruikscijfers zoals ze in de folder staan van Volkswagen. Nou, ten eerste weten we hoe betrouwbaar Volkswagen op dat gebied is. Nou, gaan we ervan uit dat het tegenwoordig beter is, dan is het waarschijnlijk nog steeds zo dat de cijfers die daar staan in de praktijk hoger uitvallen. Dus dat je uiteindelijk meer geld kwijt bent aan je brandstofkosten. Want op dit moment was dat 3000 euro voor de leaseauto en bijna 5000 euro voor de tweedehands auto. Er zit er dus een verschil in van 2000 euro, oftewel 500 euro per jaar. Dus daar zit een grote verschil eigenlijk in kosten. Dus je mag ervan uitgaan dat het bij de leaseauto in dit geval de meest gunstige vorm is. Maar dat je in de praktijk waarschijnlijk, zeg maar 1000 euro misschien wel over die 4 jaar meer kwijt bent aan brandstofkosten. Het voordeel van private lease is dat je natuurlijk weet waar je aan toe bent. Gedurende 48 maanden staat de prijs vast, dat is die 275 euro. Dus je weet precies wat je kwijt bent, want daar zit onderhoud in, reparaties, schade, verzekering. Alles zit erin, behalve dus je brandstofkosten. Dus je weet gedurende die 4 jaar precies wat je kwijt bent. En dat is natuurlijk bij een tweedehands auto niet. Daarom ben ik er wel voor gegaan om een
dealer onderhouden auto met BOVAG garantie, NAP, dat je een beetje een soort zekerheid koopt, maar dat betaal je natuurlijk ook voor in je occasion. Maar dat geeft natuurlijk nog steeds geen garantie wat er gedurende die 4 jaar gaat gebeuren. Misschien vallen je kosten lager uit, misschien vallen ze hoger uit, dat weet je dus niet. En je hebt met een tweedehands auto dus altijd te maken met meer onzekerheid. Nou, waarschijnlijk hou je daar rekening mee, hou je geld achter de hand, dan kun je dus dingen betalen. Maar het is dus wel iets waar je rekening mee moet houden, dat het zomaar zou kunnen gebeuren, dat er iets gebeurt aan je auto. En dat je misschien wel 1000 of 2000 euro moet betalen voor een reparatie. En dat is natuurlijk bij een private lease auto niet het geval. Het laatste punt is dan de uitrusting van de auto. Een nieuwe auto, in dit geval private lease, heeft waarschijnlijk nieuwe technieken, misschien andere opties. Maar de vraag is, heb je dat nodig? Want je betaalt er uiteindelijk wel voor. Maar vaak is dit geval, met die 225 euro krijg je een redelijk kaal model, zal ik maar zeggen. Je kunt bij een tweedehands auto misschien een auto kiezen met meer opties. Maar ook daar is natuurlijk de vraag, heb je die opties nodig? Want ik heb zelf 10 jaar geleden gemerkt dat toen je auto samenstellen was, dat je snel opties aanvinkt, want die wil je per se hebben. Uiteindelijk nadat je wat dingen hebt aangevinkt, komt er zo een paar duizend euro bij. Ik geloof zelfs bij mijn auto dat ik van 40.000 naar 50.000 euro ben gegaan, puur vanwege de opties. Dus 10.000 euro aan opties. Er zijn natuurlijk wel heel veel leuke dingen bij, maar achteraf denk ik, was het allemaal wel nodig, want je betaalt er uiteindelijk wel voor. En een tijdje later heb ik zakelijk een caddy gekocht. Nou, is een interieur van een caddy totaal niet te vergelijken met een Audi. Maar zodra je erin zit, je kunt er nog steeds mee rondrijden. Het werkt allemaal, het voelt alleen iets anders aan. En eigenlijk kun je dus zeggen dat het interieur van die caddy eigenlijk voldoende was. Dat het ook goed was. En had ik dus zomaar duizenden euro's kunnen besparen. En dat wil ik dus ook een beetje hiermee meegeven. Wil je per se gaan voor de nieuwste technieken? Heb je die nodig? Of kies je dus bijvoorbeeld voor een tweedehands auto waar ooit meer opties op zitten? Ook dat is dus wederom een afweging die je moet maken. Maar houd er dus rekening mee dat je bij private lease opties aan kunt vinken ooit. Maar dat die dus wel elke maand ga je ervoor betalen gedurende die 4 jaar. Dus reken ook dat uit. Wat kost het je extra en is het dat waard? Tot zover deze video. Ik hoop dat ik je mee heb geholpen. En dat je hebt kunnen zien dat in dit geval van de Volkswagen Polo over 4 jaar het best 20% kan schelen in de kosten om een auto dus tweedehands te kopen in plaats van te leasen. Het enige wat je dus wel nodig hebt is dat je het eerste spaargeld hebt om te kopen. En na de hand wat geld achter de hand hebt, mocht er onvoorziene kosten aankomen, dat je daar rekening mee houdt. Maar als je het geld hebt, is het dus zeker op de lange termijn geld waard, want het bespaart je bijna 800 euro per jaar. En het is dus ook zeker iets waar ik in de toekomst rekening mee ga houden. Ik heb die auto nou, ik rij hem eigenlijk gewoon af, zou ik zeggen, want zoveel rij ik er niet mee. Dus verkopen is zonde. Maar ja, ik kan hem ook niet missen. Maar komt er ooit een andere auto, dan zal het zeker geen nieuwe worden, tenzij ik de komende jaren ergens heel veel geld verdien. Dan zou ik het misschien nog willen overwegen. Maar zoals gezegd heb ik de afgelopen jaren ben ik veranderd in gedachten van wat ik van een auto zie en wat ik daaraan wil uitgeven. En welke impact het heeft op de toekomst. Nou, ik hoop dat je met deze video dat je ook gaat nadenken over de keuze die je maakt en de impact in de toekomst. En dat zal ik ook in de laatste video behandelen aan het einde van deze maand. Waarin ik ga kijken naar wat als ik mijn auto niet had nieuw had gekocht. Maar dus tweedehands had gekocht en het gedeelte, het geld wat ik over had, dus had geïnvesteerd bijvoorbeeld. Gedurende misschien dat tot aan mijn pensioen. Wat zou dat waard zijn? Of hoeveel tijd zou ik eerder kunnen stoppen met pensioen? Omdat ik ooit eerder die auto niet had gekocht bijvoorbeeld. Nou, als je die video's wil zien, abonneer dan op het kanaal zou ik zeggen. Als je nog vragen hebt of opmerkingen, laat ze achter onder deze video. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.